Daar werd dan heel trots het regeerakkoord gepresenteerd. Op een soort verhoginkje onderaan een roltrap in het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer. En het moet gezegd worden, het past wel een beetje bij de flair van het akkoord. Want ze zeggen vooral zelf dat het een ambitieus plan is. In de eerste zin zelfs al. En dat is toch een beetje gek, want wie bepaalt nou of het ambitieus is? Show, don't tell, is het devies. En showen, dat doen ze eigenlijk niet. Vandaar dat zo'n geïmproviseerd podiumpje onderaan de roltrap best wel goed past. Een beetje de sfeer van Four Seasons Landscaping. Gelukkig kan ik met oogkleppen op meteen naar hoofdsucces. De zorg. En eerlijk is eerlijk, toen ik het de eerste keer snel doornam, dacht ik vooral, hey, wat goed. Maar waarom dacht ik dat? Vanwege de geweldige visie op de toekomst van de zorg, waaraan we samen gaan bouwen? Nee, vooral vanwege dat ik heel veel herkende, zoals Onbeperkt Meedoen, dat is een programma waar we zelf aan meewerken, dat erin staat. Leuk. Werken in de zorg aantrekkelijker maken door goed werkgeverschap. Mooie dingen. En gezond en waardig oud worden. Ook heel belangrijk. Maar hoe komt het nou dat ik zoveel van al herken? Dat is omdat het al gebeurt. Omdat de samenleving al werkt aan deze projecten en deze programma's en deze doelen. Waarom moet het dan in een akkoord? Waarom worden middelen zoals programma's en projecten zo expliciet genoemd? Onbeperkt Meedoen, een kansrijke start bijvoorbeeld. Mijn punt is, het lijkt zo willekeurig detailistisch. Op sommige punten is het heel gedetailleerd en soms volstaat een enkele zin voor de hele sector. Ik wil harde keuzes en visie. De stelligheid van tegen fraude en oneigenlijk gebruik, onder andere van vastgoed, treden wij op. Zeker als de basis van zorg niet op orde is. Dus als je fraude pleegt, zorg dan vooral dat je de basiszorg goed op orde hebt. Een andere, ook waarschijnlijk harde keuze. Gezonde generatie in 2040. En tot die tijd dan? Zijn er tot die tijd dan alleen maar ongezonde generaties? Wat doen we nu? Suikertax. Oké, goede stap. 0% belasting op groente en fruit. Ook mooi. De Belastingdienst vindt het blijkbaar wat moeilijker. Maar wanneer kunnen we beginnen? Volgens het regeerakkoord bezien we hoe we op termijn daar naartoe kunnen. Nee, gewoon invoeren. En we bezien wel hoe we daar op lange termijn voeding gratis en voedingsbeschikbaar maken. En roken verbieden. Dat is een keuze en een visie. Zo maken we mensen gezonder en ontzorgen we de zorg pas echt. Oké, een echt opvallende dan. Specialisten moeten in loondienst. Dat is een hele goeie. Nu werken specialisten vanuit medisch specialistische bedrijfjes en laten zich per handeling betalen. Alsof je een timmerman voor elke spijker betaalt. Wat krijg je dan? Een behoorlijk vastgetimmerd geheel. Deze prikkel kan er enigszins worden uitgehaald door specialisten een vast bedrag per maand te betalen. Een beetje zoals de meeste mensen met een baan, zeg maar. Hier wordt zelfs gedreigd in het akkoord. Ze hebben 2 jaar de tijd om zelf iets te verbeteren. Wat verbeterd moet worden, wordt niet vermeld. En anders, daartoe wordt regelgeving voorbereid. Pak aan, noem me cynisch. Maar ik ben heel benieuwd hoeveel medisch specialisten aan het einde van Rutte 4 een vast dienstverband hebben. En er worden hele belangrijke dingen gezegd over zwangerschappen. Denk ik. Kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Aanhangige initiatiefvoorstellen van de wet tot wijziging van de wet afbreking zwangerschap, WAFS, namelijk het voorstel tot wijziging van de WAFS in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking, nou ja, zo gaan we nog een hele poos door, zijn een persoonlijke afweging voor Kamerleden. En waarom is dit specifieke punt een persoonlijke afweging voor Kamerleden? Hierin staan dus ingediende wetsvoorstellen die de komende tijd worden behandeld. En waarom moet er dan in een regeerakkoord, met daarin de plannen van de regering, zo specifiek staan wat de afweging is van Kamerleden, die de regering juist moeten controleren? Het lijkt me op zijn minst een beetje te veel details. Misschien dat we ze iets kunnen meegeven over het gebruik van bullets in zo'n tekst. Of gewoon niet te veel details geven, maar kaders, harde keuzes en een toekomstvisie in je ambitieuze toekomstplannen. Want waar blijkt die ambitie uit en wat willen jullie bereiken op de lange termijn? Oké, we zoeken verder naar een stukje visie en hierin vinden we toch nog 2 punten. De enige keer dat het woord toekomst in hoofdsucces voorkomt, is het stukje waarin staat dat planbare en acute zorg toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Over domeinen heen en ongeacht de woonplaats. Het klinkt als iets waar ik achter wil staan, maar het zegt me net niet genoeg om het te begrijpen. En dan, wil de regering iets met passende zorg? Het woord passend komt maar liefst 16 keer voor op de 5 pagina's in het zorgakkoord. Of in het stuk van de zorg. Wat betekent die passende zorg nu opeens en waarom is dat nu leidend? Volgens mij betekent passende zorg voor de overheid niets meer dan kijken welke zorg minimaal nodig is. En we doen het alleen als het bewezen effectief is. Maar hoe doen we nou ooit iets nieuws als het bewezen effectief moet zijn? Hoe kunnen we innoveren iets waarvan we vooraf niet weten of het effectief is? Innoveren, daar zeg je iets. Hoe vaak komt dat voor in deze ambitieuze toekomstplannen? Voor de zorg, welgeteld
Eén keer. Als bijvoeglijk naamwoord weliswaar, maar toch, we kunnen aan de slag met innovatieve woonvormen voor ouderen. Maar als ik het goed begrijp, vooral als we er 1,2 miljard mee kunnen bezuinigen. Ik ga me verder niet wagen aan de begroting die is opgesteld of aan een structurele bezuiniging van 5 miljard die dat blijkbaar helemaal niet is. Ik zou dit regeerakkoord direct afwijzen als het een offerte zou zijn. Maar laten we stoppen met pleisters plakken en niet alleen aan de korte termijn denken. Want zo gaan we ook van crisis naar crisis en leren we helemaal niets. We moeten meer mensen betrekken bij oplossingen voor de lange termijn. Samen moeten we toe naar een gemeenschappelijke visie op de toekomst. En werken aan een sector zorg en welzijn die wendbaar is, die snel kan anticiperen op veranderingen in de samenleving. Daar willen wij samen aan werken. Dus bel of mail me of ons en dan gaan we daar eens over samen in gesprek.